Iets voor u, een groen dak, oftewel serum leggen op uw platte dak. En u ook nog eens extra voordelig met de gemeentelijke subsidie Groene Pet. In dit filmpje praat ik u graag bij. Waarom een serumdak, zult u vragen? Nou, een serumdak biedt veel voordelen. Kijk nu met me meer naar twee deelnemers van de subsidieregeling Groene Pet. De een heeft zijn dak aangelegd met kant-en-klare kratjes en de ander heeft zijn dak belegd met mooie serummatten. En ze zijn zeer enthousiast. Mijn naam is Marco Lode, ik woon in Hengelo en ik doe mee aan de subsidieregeling Groene Pet vanuit de gemeente Hengelo. Dit was een mooi moment om daar aan mee te doen. Ik had het altijd al in mijn gedachten om een serumdak aan te leggen. En op deze manier met een subsidie vanuit de gemeente is het aantrekkelijk om uit te voeren. Ik heb gekozen voor een systeem met kratjes. De serum wordt gekweekt in een cassette, zoals dat heet. Ik heb deze cassettes lokaal gekocht bij een leverancier hier uit de buurt. De sedum wordt gekweekt in deze systemen. Hieronder zit een vorm van een kratje. Het heeft als voordeel dat in deze bakjes die hieronder zitten, waar de wortels van de sedum in groeien, daar wordt water in geborgen. Dus als het regent, lopen deze bakjes vol met water en bergen op die manier regenwater op het dak. Vervolgens, als het droog is, zullen de sedumplantjes het water weer opnemen en zal er ook een deel verdampen. Maar een van de voordelen van dit systeem is dat je dus water bergt op de plek waar het valt en op die manier bijdraagt aan een duurzaam milieu. Ik heb gekozen voor dit systeem van cassettes omdat het heel makkelijk te verwerken is. Het wordt in deze vorm aangeleverd en je zet het eigenlijk zo kant en klaar op het dak. Ik ben Ineke Nijhuis en vandaag ga ik een serumdak aanleggen. Hiervoor heb ik subsidie aangevraagd bij de gemeente Hengelo. Wij hebben gekozen voor een groen dak omdat we midden in het centrum wonen. We hebben erg veel last van fijnstof. Bij ons is altijd alles zwart aangeslagen en is gewoon niet goed voor de gezondheid. Wij merken dat bij heftige regenval het water niet meer zo snel wegloopt. De regenton of stroomt dan en de riolen raken dan ook overbelast. En dat is de reden dat wij hebben gekozen om het dak gewoon als buffer voor het water te gebruiken. Dit heeft verder ook het voordeel dat het in de zomerperiode gewoon koelte geeft in de woonkamer. We zijn vanochtend eerst begonnen met anti-wortelfolie op het dak te leggen. Dit is een bescherming voor het dakleer, zodat de wortels niet door het dakleer heen kunnen. Daaronder zit een soort van eierdopjes. Dat is de laag die het water opvangt. Daaroverheen komt een doek. En daar leg je substraat overheen. Dat vangt het water op en is tevens voeding voor het serum. Daaroverheen leg je het serum. En bij de dakrand hebben we een strip en die strip die leg je onder de dakrand en daar komt het sedum in, zodat het sedum de plantjes niet onder de dakrand doorkruipen. Wij hebben voor dit dak gekozen omdat dit prijstechnisch veel gunstiger is. Wij hebben een dak van 36 vierkante meter, dan zijn kratjes te prijzig en daarom hebben we gewoon voor het zelf leggen gekozen. En het is gewoon heel makkelijk om het zelf te doen. En het moet er gewoon straks heel mooi groen uitzien. En in de zomer geeft het roze bloemetjes. Ook u kunt een bijdrage leveren aan al deze voordelen door nu uw woning te voorzien van een serumlaag op uw platte dak. En nu dus extra voordelig met de subsidieregeling Groene Pet van de gemeente Hengelo. In totaal is het tot met 2016 nog 50.000 euro beschikbaar. En er zijn natuurlijk in onze stad
nog heel veel vierkante meters platte dak beschikbaar. Ik zou zeggen, wat let u?